Kijkers, goedendag. Ik heet jullie van harte welkom. Vandaag staan we met een heel bekende activist, de heer Cibrano Piquet. Hij zal ons vertellen over een case die al een tijdje gaande is over de heer Kawish Gayadin. Dat van grondberoving. Hij zal ons daarover vertellen en ook over een paar problemen die nu gaande zijn in Suriname. Wij brengen nu het volgende. Meneer Cibrano Piquet, goedendag. Hoe gaat het met u? Nou, bij mij gaat het prima. En ook aan de luisteraars en kijkers van Suriname Today. Ook een goede dag. Meneer Cibrano Piquet, ik zie dat u heel actief bent op het gebied van de heer Kawish Gayadin, het case van het grondgebied. Wat heeft u daarover te vertellen en wat heeft u tot nu toe meegemaakt in de case van de heer Kawish? Nou, eerlijk gezegd, ik volg niet alleen de case Gayadin, maar de case Gayadin is recent. Dus ben ik bereid gevonden om gelijk iets van te maken, omdat het steeds vaker gebeurt. Het gebeurt al jaren. Sinds de Surinaamse politiek er bestaat, heb je dat dit soort gevallen plaatsvinden. Omdat ik ook gelijk hiermee de jongeren erop wil attenderen. Om gewoon naar school te gaan, hun diploma te pakken. Doe gewoon je best, probeer wat te bereiken. Als je diploma's hebt, dan kom je niet in deze problemen. Waarom? Je hebt het is een bekende fenomeen dat politici, jongeren die misschien een rolmodel zijn in hun buurt, in hun omgeving, optrommelen. En ze hebben misschien een kleine aanhang optrommelen. En ze tijdens de politieke campagne gebruiken voor een stemvee. En daarna krijgen ze een recompense, een cadeautje. En meestal is hun cadeautje een baan bij de overheid. En de meeste van ze hebben de competenties niet. De meeste van ze kennen het werk niet. Ze weten niet eens hoe het daaraan toe gaat. En alleen omdat ze hebben gewerkt tijdens de politieke campagne, hoeven ze niet eens kennis te hebben. Ze moeten alleen maar kennis hebben. En daar krijgen ze een baan. Waardoor je dan de ontwikkeling van Suriname achterhoudt. Dat is één. Punt twee, je gaat dan opdrachten uitvoeren. En waarom kan ik dit even afronden? Ontwikkeling hou je achter. Reden waarom? Je hebt de competentie niet om dat werk te doen. Het is gewoon voor je gefixt. Dus dan ga je daar zitten als pion. Men gaat je dan besturen. Want je bent daar bijna als een opdracht, toch? Voor wat wordt wat. Dat geldt in Suriname. Dus daarom wil ik dat de jongeren gewoon hun scholing volgen. Probeer je diploma te halen. Dat je niet andere dingen, bepaalde dingen hoeft te gaan doen. Alleen maar om aan het werk te komen. Toch? Maar het punt van mij is, kijk, die jonge Kawish Gayadin. Ik ben niet hier om onschuld te pleiten voor hem. Want hoe je het nou draait of keert, hij was tussen haakjes de hoofdverantwoordelijke op dat gebied. Wat men zegt. Maar wat we niet moeten vergeten, het is die jongen zijn eerste rapport. Toch? En als ik heb over eerste rapport, als ik het een beetje moet uitleggen, die jongen heeft niet eens een opleiding. Dat moet je wel aanstippelen. Die jongen heeft niet eens een opleiding gevolgd voordat hij is begonnen met werken. Die jongen had helemaal geen informatie wat grondbeleid betreft. En die jongen zit pas 6 maanden daar. En in die 6 maanden, dan levert hij een eerste rapport. En al bij zijn eerste rapport gaat het mis. Wie zit erachter? Mahinder Yogi. Toch? We kennen Yogi al. Als we praten over grondroof en grond, dat soort dingen, dan weten we wat over Yogi praten. Toch? Als je me vraagt wat je hebt een auto, toch? Een Land Rover. Dat is een autovorm. En die Land Rover in menselijke vorm is Yogi. Toch? Je hebt geen verschil. Waarom ik het zo erg heb gevonden? Dat wil zeggen, onze instanties deugen niet. Er is geen controle daar. Want als iemand, ik zie die jongen als stagiaire. Toch? Als een stagiaire een rapport opmaakt van zo'n groot project. Dan dient men desnoods scherper te gaan onderzoeken hoe zaken lopen. Toch? Maar niemand heeft niks onderzocht. Die jongen is de eerste keer dat hij bezig is met een rapport. Hij heeft zijn rapport ingediend. En de DC, het moet voorbij de DC, het moet voorbij de directie, het moet dan naar de minister. Het komt in zoveel handen terecht voordat het wordt uitgegeven. En als het nu is uitgegeven, dan kan je niet alleen die jongen als schuldige aanwijzen. Toch, want het geval van de jongen kennen we al. Hij is gewoon misbruikt geworden door Yogi. Yogi weet precies wie hij heeft uitgekozen om dit voor hem te doen. Toch, dus ik vind één ding erg en dat is het struisvogelgedrag dat men nu op dit moment vertoont. Toch, van ja, die jongen heeft dit gedaan, hij heeft het inderdaad gedaan, ja. Maar er zijn feiten en omstandigheden eraan verbonden waarom die jongen zoiets heeft gedaan. Hij is niet gewoon opgestaan, hij heeft het gedaan. Die jongen zat onder een druk. Yogi was bijna elke dag op het werk daar. Yogi belde die jongen elke ochtend.
Als jongen die opnam, stuurde hij andere jongens daar naartoe. Om die jongen te vragen van, hey, dit moet je tekenen, dit moet je doen. En je weet een groentje, die jongen is 24 jaar. Toch? We zouden zeggen, ama aan of astrati. Toch? Ama een mama's kindje. Dus hij volgt dan de richtlijnen van Yogi, want Yogi zit al lang in het systeem. En als hij nadat hij de richtlijnen van Yogi heeft gevolgd, Yogi die zo een smieg is, om zijn zaken zo netjes, zo keurig af te handelen, dat hij niet als schuldige gezien kan worden, omdat hij geen ambtenaar is, maar DNA-lid. Maar wie kent Yogi nou niet? Die man hebben, lenen, die man is bijna 20 jaar in de politiek. Dus men moet op al die kleine zaken gaan letten, want niet terwijl het zaken in onderzoek is, dan begin je alvast iemand op te sluiten die pas 5 maanden daar in dienst is, die geen opleiding heeft daarvoor, dat vind ik wel dat er een aardetje schuilt onder het gras. En waarom heeft hij ervoor gekozen om te vechten voor de heer Kawish? Nou, ik vecht niet speciaal voor Kawish. Zoals ik het heb aangegeven, er zijn meerdere gevallen dan van Kawish, maar van Kawish heeft me echt geraakt. Toch? De andere mensen die ik weet van zijn ermee betrokken. Ik heb ongeveer zo'n beeld. Ik weet ongeveer wie die mensen zijn. Ik ken hun achtergrond zo'n beetje. En ik weet dat ze sowieso bewust hebben meegewerkt. En als er iets is gebeurd en je moet de bak in of je verliest je baan, dan kan ik niet voor je opkomen, omdat ik ongeveer weet wie jij bent. Toch? Het zijn meestal die hypocrieten die tijdens de politieke campagnes zich voordoen als ze zijn een duif. Toch? En als ze aan een baan zijn geholpen, dan worden ze aasgieren. Toch? Dus die mensen, ik wil niet echt opkomen voor die mensen, maar die jonge Kawish heeft me geraakt, vooral zijn moeder. Het betoog van zijn moeder heeft me echt geraakt, omdat ik ook kind ben van de moeder. En ik praat vaak met die vrouw. En vooral wanneer ze zegt dat ze zelfmoord wil plegen of dat die jongen zelfmoordplannen heeft, dan gaat er een lampje branden van, hey, er zit meer hierachter. Het enigste wat nu heerst in de familie is vrees. Die mensen zijn bang geworden. Toch? Dus ze waren weer gebrand om dit te doen, om op te komen, maar ze zijn nu aan het terugkrabbelen. Omdat ze een beetje vrees hebben, weet je, van ja, straks gaan we praten en de jongen wordt gepest. Want die jongen was op leiding 9A. Toen we zijn gestart, hebben ze de jongen verhuisd naar Huis van Bewaring. En Huis van Bewaring is geen koekiebroer. Toch? En ik weet precies, nu heb ik ongeveer een beeld wat die jongen kan overkomen daar. Omdat ik zelf al 4 keer heb vastgezeten. Onschuldig, zeg ik het. Onschuldig. Ik heb alleen mijn mening geuit en men vond het ongepast en men heeft me laten zitten. 4 keer heb ik aangezeten, sinds deze regering aanzit. Voordien heb ik nog nooit in de bak gezeten, nog nooit met de politie in aanraking gekomen. Niet eens een verkeersboete, maar nu krijg je dit. Dus ik weet wat die jongen nu voelt. Als je niet echt contactuele eigenschappen hebt of niet echt mensen kent van de straat die je misschien daar kan ontmoeten en die je misschien in bescherming kunnen nemen, is het een groot probleem. Dus ik weet nu ongeveer wat die jongen daar meemaakt. En dit alles ten koste van handelingen van 1 persoon. En dat is Mahinder Yogi. En nu over grondkwesties hebben. Er is een bericht laatst gelanceerd dat de minister van GWB, haar broertje, daar zit 3 tot 4 dagen per week komt en stukken tekent wat betreft gronden. Dus je betaalt en je krijgt je stuk. Hoe vind je dit probleem? Nou, daarover beschik ik niet over bewijzen. Maar ik weet wel dat het vaker gebeurt. En niet alleen daar. Toch? Je hoort, kijk, corruptie leeft in Suriname. Dus het laatste wat ik wil aanvechten is corruptie. Anders krijg ik zelf ruzie met mijn broer, mijn neef, mijn oom, mijn tante. Want corruptie leeft in onze genen nu. Toch? Dus als we de corruptie willen aanpakken, dan gaan we heel wat andere aspecten moeten aanpakken of moeten veranderen. Vooral de denkwijze, onze mentaliteit. Want ik heb zelf ook eens meegemaakt dat ik ergens aankom en ik niet wil wachten. En je betaalt een tjoeko en je wordt geholpen. Dus ik heb ook eens meegedaan aan corruptie. Toch? Want dat mag niet. Dus het heerst in Suriname. En dat die jongeman dat soort handelingen pleegt. Bij CBB gebeurt het ook toch? Paspoortafdeling toch? Dus al die plaatsen gebeurt het. En dat is Suriname nu. Toch? Men probeert aan de macht te komen. Men probeert niet om Suriname te helpen. Men probeert aan de macht te komen. Om sowieso hun mensen te plaatsen. Om zodoende hun kleine commissies te ontvangen. Dus dat van die heer van de GBB, de broer van de minister, het is, ik denk, mevrouw Voswijk, die nota Voswijk. Ik heb ook een vergroot glas over haar nu. Ik ben even bezig te onderzoeken en ik heb al een paar informatie, een paar details over haar. Dus die is helemaal niet schoon. Toch? Ik heb het over de minister, die nota Voswijk. Toch? Zij is op dit moment
ze moet oppassen, ze hadden liever Diana Pocky daar gelaten. En dit zijn de dingen waarom Diana Pocky niet daar mag blijven. Omdat Diana Pocky een integere vrouw is. Ze zal wel de zaken hebben. Elk mens heeft zijn defecten. Maar dit zou ze nooit toelaten. Maar je ziet dat die nota Voswijk daar is geplaatst. Omdat ze wel kan dansen op pepen van mensen die haar, weet je, begeleiden en zo. Dus ik geloof het wel. En als we zien recente ontwikkelingen in het land, als we praten over het DNA-gebouw. Minister van Onderwijs gaf aan dat het is gestopt, maar zoals we zien, zijn de werkzaamheden nog steeds aan de gang. Wat vind je daarvan? We zijn op steenworp afstand en het is zaterdag en u mag kijken, ze werken nog daar. Ik ben daar voorbij gegaan. Kijk, we hebben gemerkt dat deze regering, ik heb het speciaal over deze regering, want je hebt andere regeringen gehad, als je een staking kreeg of als je een opkomst kreeg, dat hadden ze iets van step back. Maar deze regering, hoe meer je opkomt, hoe meer ze het doen. Dus ze bewijzen je gewoon van... Dus laat me het beter uitleggen. Men zegt, macht zit bij de bevolking. Men zegt, de politici, hun beheersen de politiek. Maar ik kan je eerlijk zeggen, al die mensen die je daar ziet, de ministers, DNA-leden, al die mensen, ze werken niet voor Surinamers. Ze werken wel voor Surinamers, maar niet voor de bevolking. Ze werken voor een kleine groep kapitalisten die dan de politici daar plaat als pioniers. Toch, hun doen het grote werk, want hun belangen moeten behartigd worden. Voor de verkiezingen heb je altijd mensen die investeren in politieke campagnes. En als die man miljoenen heeft geïnvesteerd in jouw politieke campagne, moet je al weten dat die man misschien een neef heeft in Nederland, een neef in Amerika of ergens die studeert. Die wel zulke papieren zal behalen, maar niet de touch heeft met de bevolking, niet op de hoogte is van bepaalde wandelgangen. Maar zo lijst de verkiezingen zijn gewonnen, dat heeft zo'n miljonair, zo'n kapitalist, die dan een pion van hem heeft geplaatst in jouw partij en zegt van kijk, weet je wat, ik investeer 2,5 miljoen, maar mijn neefje wordt dan minister. Toch? Die mannen eisen het op. Waardoor we niet, we kunnen bijna niet opkomen en een genoegdoening vinden. Omdat de regering zich dan niet druk maakt met ons. De regering voert opdrachten uit en komt afspraken na van de mensen die hebben geïnvesteerd in de politieke campagne. En als ze 2 of 3 jaar hebben besteed om de belangen van hun kapitalisten en hun sponsoren te behartigen, dat is er nog maar 2 jaar en dat zijn deze jaren nu. De 2 jaren voor de verkiezingen. Dus nu ga je zien, ze gaan even de rug toekeren naar een paar kapitalisten en doen alsof ze voor de bevolking werken. Dus wat nu gaat gebeuren, broer, deze DNA-vergaderzaal gaat gewoon doorgaan, ongeacht wat we zullen doen. Maar we moeten niet opgeven, we moeten gewoon door blijven storen dat het ophoudt, omdat dan consequenties er verbonden zijn. Kijk, UNESCO, Foki, al die mensen trekken terug. En als die mensen terugtrekken, wie gaat dan voor stadsvervrijing zorgen? De regering, die niet eens kan financieren voor medicijnen. De regering, die niet eens kan financieren voor onderwijs. Kinderen moeten met stoelen en banken naar school gaan. De regering, die niet eens goede materialen heeft voor de politiekorps. De regering, waar militairen nog steeds elke in een maand 20 of 25 keer tilapia moeten eten. Weet je, dus we kunnen niet op de regering wachten om dit soort dingen te doen. Dus de UNESCO deed dit voor ons. Onder controle, wat deze mannen hebben gedaan, het is een nyampatoe. Ze hebben een nyampatoe gecreëerd en bewust. Wanneer je iets zegt, moet je het altijd onderbouwen, zodat die mensen het kunnen begrijpen. De bouw van het nieuwe DNA-gebouw is gefinancierd, maar het was onder controle. Financiële controle werd gevoerd door UNESCO, waardoor men niet kon stelen. Toch? En het gebouw staat daar. En ze hebben bewust een vergaderzaal niet opgenomen in hun tekening. Dus wanneer dit gebouw af zou zijn en UNESCO zou zien van er is niks gebeurd daar, niemand heeft gestolen, niemand heeft gedaan. Dus komen die mannen nu met een tweede project van maar we hebben geen vergaderzaal. Maar vergaderzaal hoef je niet druk te maken, die gaan wij zelf financieren. Waarom gaan ze het zelf financieren? Vanuit de regering wordt het gefinancierd. Een vriend van de regering krijgt die gunning. En als men gaat stelen, als men gaat corrupteren daar, dan gaat niemand controle kunnen uitoefenen. Want er is geen controleapparaat zoals dat van de UNESCO. We zijn in Suriname. Het is een corrupt land en dan kunnen die mannen in Jampatoe zijn. Dus geloof me, de verkiezingen zijn dichtbij. En iemand heeft dit gekregen
omdat hij sowieso heeft geïnvesteerd in de afgelopen verkiezingscampagne. En geloof me, Surinamers kunnen niet daartegen strijden. En om terug te komen op grond. We hebben vernomen dat men nog niet hier naar Suriname komen en dat ze zich gaan vestigen in het binnenland. En wat we ook hebben vernomen is dat dan de inheemse of ja, tribale volkeren dan moeten verplaatsen van hun woongebied. En de tribale volkeren zijn er streng daartegen. Wat vindt u hiervan? Ik moet het gelijk corrigeren. Ze gaan niet naar hier komen. Ze zijn al hier. Ja, ik heb volgens mij zelfs op mijn telefoon hier heb ik foto's waar ik stiekem heb gefilmd en foto's heb gemaakt. Ik heb ze gisteren nog gezien daar aan de Duisburglaan. Ik zag ze een paar containers uitladen daar aan de Duisburglaan. Ik heb ze een paar plaatsen gezien en ik ken ze heel goed. Ik weet ook om welke groep het gaat. En ze zijn ook herkenbaar aan hun dress. Toch? Ze hebben altijd dat van die straps en dat soort dingen. Dus oké. Dat van Apura. U hebt het over de case van Apura. Ik ben sowieso tegen onrecht. Dus daartegen ben ik ook. Maar ik kan ook niet voor alles opkomen. Op dit moment is mijn main focus case Gayadin Yogi en case Bouw nieuwe DNA vergaderzaal. En het mooie ervan, trouwens het kan nooit mooi zijn, het slechte ervan is dat de persoon of het bedrijf dat deze gunning heeft gekregen om de nieuwe vergaderzaal te bouwen, dezelfde bedrijf is die Suriname zoveel geld heeft laten verliezen nu met de bouw van die zogenaamde politiehoofdbureau. Hoofdkwartier aan de Gemeenhuisweg en de Wanikastraat. En diezelfde meneer gaat ons nu 17 tot 18 miljoen laten verliezen. Want de bouw van de bouw daar is, heeft zo'n 4 miljoen US dollar gekost. Dat was in de tijd van de president was toen justitieminister. Het was dezelfde aannemer, Yankee. 4 miljoen gekost. Om het af te breken is 6 tot 7 miljoen. Om het af te breken. En om het dan opnieuw te bouwen is 9 tot 10 miljoen, broer. Toch, terwijl we dat geld konden investeren in gezondheidszorg, investeren in infrastructuur, investeren in de wegen. Kijk maar naar de wegen, we hebben moeilijk begaanbare wegen. We konden het investeren in veiligheid. We konden het investeren in onderwijs, weet je. Dus, maar daar moet u zien dat de regering zich niet druk maakt met de bevolking. Het zijn de vrienden van de regering die hier een voordeel uittrekken en niet wij. Dus dat van de Mennonieten is afgekeurd. Ik weet niet waarover ik kan praten dat nu gebeurt, dat een beetje positief klinkt. Want alles wat we nu bespreken, gaat de wereld rond. En de wereld heeft zo lang niet iets positiefs gehoord uit Suriname. Dus soms wil ik geen interviews meer afstaan, omdat ik van de waarheid houd. Maar als ik de waarheid spreek, valt er niks positief over Suriname te praten. Toch, behalve dat we nog gezond zijn, dat we leven, dat we eten, dat we drinken. Maar er valt niks positief over Suriname te bespreken. En ik vind het jammer. Kijk dan naar de Mennonieten, kijk in politie, kijk militairen, onderwijs, gezond. Broer, Coco de ernstig. Toch, men vindt soms Cibrano, hij klacht over alles. Maar waar moet ik complimenteren? Wie moet ik nu een compliment geven? Wijs mij een minister aan of een directeur aan. Zelf op het gebied van sport gaat het niet goed. Toch, op het gebied van entertainment is er geen controle. Waar is er controle in Suriname? Alles is zoek. Dus nu is het, ieder doet zijn ding. En als het goed uitkomt, dan komt het goed uit. Als je andere mensen benadeelt met jouw handelingen, maakt niet meer uit. Maar er is niks positiefs om over te praten. Snap je? Dus dat irriteert me zo'n beetje. En ook hebben we genomen dat er een borgstand van 750.000 SAD betaald moet worden om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Dus zo kan je zeggen dat de kleine partijen misschien nog geen deel kunnen nemen. Wat vindt u hiervan? Ik deel twee meningen, toch? De ene kant vind ik het prima, 750.000, het kon zelf een miljoen zijn. En de andere kant denk ik dat de bestaande partijen met hun bestaande sponsoren, dus dan normaal, of ze gaan dan een voorsprong hebben op de nieuwe partijen die nu willen komen. Maar als we goed opletten, waarom komt er niet maar één nieuwe beweging? Waarom komt er niet maar één nieuwe partij? Maar er komen steeds weer een aantal, dus constant krijgen we nieuwe partijen erbij. Waarom smelten ze niet in één? Omdat hun allemaal de leiding willen hebben. Hun allemaal willen naam dragen. Hun allemaal willen, president worden. Terwijl dat niet hoeft. Broer, de bevolking van Suriname is in de steek gelaten door de regering, door de president, door de vicepresident, door de DNA-leden en zelf door activisten. U moet goed opletten, noem één activist die op dit moment nog actief is. Allemaal zijn in de politiek gegaan.
En wie gaat nu praten voor die mensen? Want zoals u het weet, als ik iets zeg, willen ze niks horen. Want ze wachten op Paquito, ze wachten op de bonden. Ik noem namen hoor als ik praat. Ze wachten op de bonden. Oké, nu zijn die mannen de politiek ingestapt. 2 jaren kort voor verkiezingen. Wilt u me zeggen dat de mensen die zijn gaan vastzitten, 17 februari. De mensen die schoten hebben ingateerd. De mensen die ongeluk hebben gekregen. De ondernemers die zoveel verlies hebben geleden. Omdat van 17 februari. Denkt u dat ze het nu zullen goedkeuren? Dat Paquito ineens zegt van ja, ik stap de politiek in. Dus dat wil zeggen, je was vissen aan het vangen. Je was stemvee aan het verzamelen. Toch? En dan gaat men vinden dat ik iemand, als je collega van mij bent. Als ik informatie van jou heb en je bent collega van mij, zo'n onthulling. Ga ik dat voor mezelf houden. Als je activist bent, ik ben activist, want ik ben meer dan activist. Ik ben warrior. Toch? De meeste activisten in Suriname, hun einddoel is in de politiek belanden. Ik heb dat niet. Toch? Het moment dat we op één lijn staan, misschien niet hetzelfde handelswijze hebben, maar we zijn activisten en ik heb informatie van jullie, ga ik dat niet voor de haaien gooien. Maar het moment dat ik zie dat je dan geen activist meer bent, en je gaat nu aan de kant van politiek, dan ga je wel die onthullingen krijgen van mijn kant. En die onthullingen komen een van deze dagen. Want ik zie dat ik nu alleen sta. We hebben geen Abdulrahman meer. We hebben geen Paquito meer. We hebben geen dit meer, niks meer. Wie gaat nu voor die mensen opkomen? Als alle activisten de politiek ingaan. Er moet een verschil zijn, politicus of activist. Je bent één of de andere. Daarom ben ik trots op mezelf. Omdat mijn gevoel altijd iets is dat ik heb gevolgd. En mijn gevoel heeft me nog steeds niet verraden. En nu opnieuw niet. Er zijn zoveel mensen die hebben gezegd, ja, 17 februari is hij Paquito niet gaan ondersteunen. Ik wist vooraf waarmee men bezig was. Ik wist precies wie de mensen waren die het zaakje aanstuurden. Ik wist precies dat de mensen als Peppy, die we als clown zien, die nu op het kabinet werkt. Huh? Zo mooi hè? Peppy de clown werkt op het kabinet. Dat we zeggen, het is gewoon een circus daar binnen. Toch? Je hebt een clown bij ABOP, dat is Pets Gayadin. En je hebt een clown bij de VAP nu, dat is Peppy. Toch? Het moment dat je ziet dat zulke figuren op zulke instanties worden geplaatst, dan moet je het niveau politiek voering in Suriname gelijk kunnen doorhebben van nee, daar hebben we geen niveau. Dat wil zeggen, niet vanwege je kwaliteiten, vanwege je cv of wordt je daar geplaatst, gewoon omdat je iets betekent voor de partij. Dat moet ophouden. En als we kijken naar heel wat ontwikkelingen in het land, Suriname, van de regering, wat vindt u daarvan? Want zoals we zien, we hebben heel veel, ja, zoals je zei, slechte dingen. Hoe kijkt u ernaar? Heeft u een visie? Dus wat kunnen ze veranderen eraan? Enigste verandering nu, dat kan komen, is dat we beginnen bij onze mentaliteit. Dus wij Surinamers, toch? Regeringen, op regeringen zijn gekomen. En geen van ze heeft veranderingen gebracht binnen onze leefwijze. Onze leefsituaties zijn niet veranderd. Ik ben nog in leven en ik heb meegemaakt dat Bouterse bezig was met ontwikkeling. Maar daar heb je toch altijd iets dat mankeert. Deze mannen zijn gekomen. Ik kan ze nog geen cijfer geven voor wat ze hebben gedaan. Omdat ze nog niks hebben gedaan. Ik kan niet zeggen, deze regering is een slechter, heeft dit niet goed gedaan. Of heeft dat wel goed gedaan. Omdat ze niks hebben gedaan. Maar men klaagde vaker tijdens de vorige regeringen. Niet alleen Bouterse, Venetiaan, al die regeringen hebben ze geklaagd. Maar die mannen waren bezig. Als ze het goed deden of slecht deden, ze waren bezig. Maar deze is bezig alleen met zijn vrienden en hun familie. Waardoor je dan geen oordeel kan vellen van hey, dit doet hij goed, dit doet hij goed. Nee. Er zijn een paar projecten die zijn gestart van de vorige regering. En als ze zien dat ze daar kunnen scoren, dan gaan ze dat even doorvoeren om leentjes te knippen. Maar als je al die leentjes gaat bekijken van hoe komt het dat zo'n leentje hier nu staat, hoe lang is het aan gaande, dan zie je van hey, dat is bijna een project van 6 jaar en is het al 3 jaar. Dus dat wil zeggen, het is een project van de vorige regering. En dan ga je niks horen over zo'n project. Maar waar het fout is gegaan en deze mannen konden corrigeren, gaan ze niet corrigeren. Ze gaan de bevolking zeggen van, hey, kijk, ze hebben het niet goed gedaan. Jij bent nu hier, corrigeer het. Maar als je steeds gaat zeggen, de vorige regering heeft dit gedaan, de vorige regering, nu zeggen ze dat niet meer. Nu zegt Jan, ja, ze houden niet van me omdat ik Hindoestaan ben. Toch? Dat zegt hij nu. Hey, oké, dan wat moet Kawish zeggen? Wie is Kawish? Is hij Maron?
Is hij Japan? Is hij Chinees? Wat is Kawish? Kawish Gaiden is toch Hindustan? En voor wie kom ik op? Is toch voor Hindustan? Dus waarover praten we? Dus het gaat niet om het feit dat de president Hindustan is. Het gaat om zijn inborst. Het gaat om zijn handelingen. Het gaat om het beleid dat hij nu voert. En dat is een puur etnisch beleid dat hij voert. We moeten gewoon eerlijk zijn. De meeste ambassades, 95% van onze ambassadeposten, worden beheerd door een Hindustan. De meeste belangrijke posities, een Hindustan. Dan moeten we even gaan terugklinken naar wat Krishna Mathura had gezegd bij Apinti. Als we alleen maar Hindustanen of alleen maar Javanen hebben, dan ben ik zeker dat mijn zaken behartig worden. Als we luisteren naar Albert Ramdin, zegt in Nederland van ja, ze hoeven eigenlijk geen verontschuldiging aan te bieden voor slavernijverleden. Dan luister je weer naar Chan. Chan zegt in het buitenland van ja, Surinamse mensen zijn lui, daarom straffen we ze. Ga gewoon door. Aziz Gayadin, die zegt gewoon ja, ik lig niet voor de bevolking, maar ik zeg niet de waarheid. Dus je ziet, en die Noor Mohammed ook, die komt ook zeggen van ja, we gaan die mensen afstraffen. Dus dan moet je zien dat deze mannen onze taal niet spreken. Laatst zie ik weer een geval van Nikeri daar, waar die mannen nu gewoon openlijk uitkomen en zeggen ja, die blauwkoppen. Wie bedoelt die met blauwkoppen? Toch, dus behalve financiële situatie, behalve de criminaliteit, behalve jeugdprostitutie, is er iets waarop we echt gaan moeten letten. En dat is die rassenhaat. Het moet niet terugkomen. En het lijkt alsof het verleden zich wilt gaan herhalen. En daarvoor moeten we nu alvast beginnen te waken. Toch, want wie het nog draait of keert, ik heb de Hindustan nodig. De Hindustan heeft mij nodig. Ik heb de Javan nodig. We hebben elkaar nodig. Maar de manier hoe het beleid wordt gestippeld, dat zorgt ervoor dat er een wrijving ontstaat en de verdeeldheid nu weer leeft tussen de Hindustan en de Blakaman, laten we het zo zeggen. Want die andere bevolkingsgroepen zitten rustig. Ik heb een aantal mensen kritiek horen leveren. Ja, Sibrano Piqué gaat in de branding voor een Hindustan. Dat is geen Hindustan. Die man is een Surinamer. Als ik voor jou kan opkomen, waarom niet voor die jonge man? Dan ga je dit zeggen, dat zeggen. Die mensen moeten één ding niet vergeten. Chandrika Prasad Santokhi en zijn vuile ploeg, ze zijn Hindustanen. Maar je kan niet alle Hindustanen betrekken in dit. Toch? Want er zijn ook Hindustanen die niet kunnen eten overdag. Er zijn ook Hindustanen die hun kinderen niet naar school kunnen sturen. Dus ze maken het ook mee. Dus laten wij als Surinamers ophouden door etniciteit aan zaken te verbinden. We zijn Surinamers, we moeten dit samen doen. Samenwerken voor Suriname. Als de een het voelt, voelt de ander het. Maar we moeten dit moeten we zien te voorkomen. Want die oorlog is er al. Maar we hebben één geluk. Het is een social media oorlog nu. Het is niet tot uiting gekomen fysiek. Want straks komt het, dat wordt het fysiek. Dus voor nu is het nog even op social media. Maar straks wordt het fysiek en dan gaat het helemaal verkeerd gaan. En dat is in een maand tijd. Wanneer ze weer komen met dat van Boutersen. Wanneer ze weer komen met die motie van wantrouwen. En daar komt die Jugu Jugu. En daarop zit, sorry, onze president te wachten. Ja, eenmaal over etniciteit hadden, hoorde ik ook een paar geruchten die rondgingen. Dat u zei van waarom neemt Sibrano Piqué op voor een Hindustan? Dat is een main point nu op social media. En dus, dat is, vind ik eigenlijk, wat vindt u hiervan? Dat mensen gewoon geruchten maken of ja, creëren. Broer, ik ga één ding zeggen. Ik heb zoveel neven, zoveel ooms die dik in de centen zitten. Maar ik kon niet naar de universiteit gaan. Ik kon mijn studie niet afmaken, omdat financieel ik niet echt sterk stond. Ik ben alleen door mijn moeder opgevoed. Waar waren al die neven van me met zoveel geld? Waar waren al die rijke blakkemans met zoveel geld om mij te ondersteunen toen ik moest studeren? Een Hindustan heeft dat gedaan. In de persoon van Jules Adjodja. Hij was toen vicepresident van de Republiek Suriname. Ik ben zelfs opgevoed in Soekdam, Alkmaar, Kinderthuis, Kommerwijnen. Tussen Hindustanen. Ik voetbal met Hindustanen. Ik heb relaties gehad met Hindustanen. Broer, niemand en dan ook niemand en niks kan mij scheiden met mijn Hindustanse broeders en zusters. Omdat ik ze gewoon als mezelf zie. Toch? Maar het moment dat je uit haat of uit woede van de president, wil je alle Hindustanen onder één kam scheren, dan heb je mij niet aan je kant. Dus wat die mensen nu zitten te verzinnen, ja, Piqué, ik ook wel Hindustan. Zulke gesprekken zou je niet hebben tijdens Boutense tijd. Zulke gesprekken zou je niet hebben tijdens de tijd van Venetian. Zulke gesprekken zou je niet hebben tijdens van Kracht. Waarom nu wel? Omdat het openlijk zichtbaar is dat Chandrik Motegi eerlijk, laten we het gewoon zo gratari zeggen. Tapastrati wetaki na juka na ngakuli. Etak seip seina kondre.
en na juka na ngakuli e foka kondre op. I mag niet mi wanta ken gratari. Maar dat no wanta ki na ala buskondresma. En dat no wanta ki na ala Hindustani. Het is een groepje. Ronnie Brunswick zijn vrienden en zijn familie. Chandrika Persatsoki zijn vrienden en zijn familie. Punt. Dus we moeten niet, wanneer we gaan schelden, moeten we niet iedereen uitschelden. Het is een kleine groep Hindustanen. Het is een kleine groep Bosran Creole die dit doet. En we moeten ook opletten dat de vicepresident zelf helpt om nog een scheiding. Dus wanneer Chan een scheiding brengt tussen Hindustanen en Blakamangs, brengt Ronnie Brunswick het erger. Hij brengt een scheiding tussen de Fotonengre en de Luwama Prazo. Toch, dus je moet goed kijken dat deze mannen focussen niet op de soevereiniteit van Suriname. Ze focussen niet op het mooie van Suriname, waar die Hindustaanse jongen gewoon op de hoek komt van Flora en een biertje komt drinken met ons. Dat we gewoon kunnen rijden naar leiding 9A, met de Hindustaanse jongens daar een lekker babbeltje maken. We kunnen over alles praten. Vroeger had je zulke mooie gesprekken, Barcelona, Madrid, je hebt Misa de Culibo de Loba, Argentinië of de Barca, de Unuso. Dus dat soort gesprekken hebben we niet meer. Vandaar dat we nu, en dan heb je die telefoons nog. Toch? Dus er worden geen sociale gesprekken meer gevoerd. Alleen vanwege politieke keuzes, politieke rancune. Jij bent van de VAP. Eigenlijk moest ik niet praten, want microfoon is zwart en dit is oranje. Toch, dan moest ik zeggen, hey, nou een VAP-microfoon. Is fout. Toch, aan alles willen we iets verbinden. En het is nooit positief. Altijd negatief. Dus wat mensen gaan zeggen van, ja, Sibanu komt op van een Hindustan. Ik heb die jongen niet als Hindustan gezien. Ik zie hem als Surinamer, ik zie hem als mijn broeder. Dus als jij met jouw slechte inborst hetzelfde wil doen wat jouw president doet, dan moet je niet klagen over Channor. Als jij elke handeling van een Hindustan wil jij als Blakama afkeuren, waarom scheld je Chan uit? Toch, dan moet je Chan niet uitschelden, want dan ben je hetzelfde. Hij doet dit en jij doet dat. Nee, we gaan geen kwaad met kwaad vergelden. We gaan die mannen bewijzen. Wij zijn de bevolking. Wij zijn altijd de dupe van. Wij zijn altijd de slachtoffers. Wij moeten altijd inleveren. Wij leden eronder. Wij leden onder slechte gezondheidszorg. Onze kinderen leden onder slechte onderwijs. Dus wij gaan het anders moeten doen dan hoe die mannen het doen. Dus het moet duidelijk zijn aan alle Surinamers. Mijn volgers of mijn niet-volgers. Mijn haters en mijn niet-haters. Ik ben Sibrano Piqué en ik voel me Surinamer. Ik ben wel geboren in dit huid, maar ik ben gewoon Surinamer. Suriname is het mooiste land ter wereld. Een van de rijkste landen ter wereld. En wat we ook hebben in Suriname dat uniek is, we hebben alle wereldbevolkingen hier. En ze zijn niet gewoon hier, ze zijn Surinamers. Alle vijf continenten van de wereld, we hebben die mensen hier. En we vormen één. Het mooie van is ook dat Surinamers... Het zijn verschillende bevolkingsgroepen die één natie vormen. Maar in al die andere grote landen waar men zoveel succes boekt, zijn het geen bevolkingsgroepen die één natie vormen. Het zijn verschillende nationaliteiten die één nationaliteit dragen. Toch, dus we hebben unieke dingen hier. Laten we die dingen koesteren. Toch, we hadden nooit een discussie over religie. We hadden nooit discussie over traditie. Iedereen respecteerde de religie of het geloof van een andere. Laat het weer zo komen, maar... Het moment dat deze mannen zulke handelingen plegen en wij soortgelijke handelingen willen plegen, daar sta ik niet achter. Ik ben Surinamer en ik wil die trotse Surinamer blijven dat ik altijd ben geweest. Meneer Sibrano Piqué, ik dank u dan voor uw tijd en die moeite dat u heeft genomen om Suriname Today te informeren van alle dingen dat nu gaande is in het land. Het case van de heer Kawish Gayadin wens ik u ook veel succes bij het strijden daarvan. En ik hoop dat wel alle dingen die slecht gaan in het land ook goed komen. Ik bid God daarvoor, want als we op Surinamers moeten wachten, gaat het een tijdje duren. En als we op de regering moeten wachten, gaat het helemaal niet gebeuren. Dus ik bid God dat hij even overneemt en het zaakje gaat leiden. Dat is wat ik wilde zeggen. Dank u. Alsjeblieft.